Je kunt je energieverbruik terugdringen door zuinig om te springen met energie. De verwarming neemt de grootste hap uit het energiebudget. De woning isoleren is dan ook de beste maatregel om minder energie te verbruiken. De isolatie van het dak, muren, vloer, als ook de plaatsing van hoogrendementsbeglazing is een ideale oplossing. Op korte termijn kunnen ook enkele eenvoudige vuistregels al helpen om minder te gaan verbruiken. Wanneer je bijvoorbeeld de verwarming een graad lager zet, van 20 graden naar 19 graden, dan levert dat op basis van de huidige prijzen een besparing op van zo'n €160 voor aardgas en €80 voor stookolie. Of het isoleren van de warmwaterleidingen die zich in een niet verwarmde ruimte bevinden, kan ook een besparing opleveren van maar liefst €200 voor aardgas en €100 voor stookolie. Terwijl de investeringskost uiteindelijk heel beperkt is en slechts zo'n €15 bedraagt. Meer praktische besparingstips zijn te vinden in ons online dossier. Daarnaast kun je je eigen elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen. De hoge stroomprijzen maken de rendabiliteit van zonnepanelen vandaag een stuk interessanter. En vaak gelden er ook nog steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een eenmalige investeringspremie in Vlaanderen die je via netbeheerder Fluvius kunt aanvragen. Maar het belangrijkste argument voor zonnepanelen is dat ze je minder afhankelijk maken van de prijsschommelingen op de energiemarkten.